PEC Zwolle trainde de gehele week op het natuurgras van Wietum, waar het zich voorbereidt op de wedstrijd van zondag tegen FC Utrecht. Maar bij de selectie was ook nog de teleurstelling aanwezig van de eerste wedstrijd van dit seizoen, het verlies tegen SC Heerenveen. Ja, natuurlijk, het is niet acceptabel dat wij ook op die manier waarop we verliezen. Kijk, als we helemaal worden weggespeeld, ja, weet je, dan moet je ook soms gewoon credits geven aan de tegenstander, maar zo was het helemaal niet. Volgens mij hebben ze geen één goede aanval gehad en alsnog 3 doelpunten gemaakt. En dat kan natuurlijk niet. Ja, wel zwaar. We hebben eigenlijk een goede voorbereiding gehad. En natuurlijk wel een aantal nieuwe jongens. Dus ja, dat was inpassen, maar dat ging echt best wel goed. En dan verlies je de eerste wedstrijd in 10 minuten denk ik van de 90. De rest ben je beter. Maar ja, dat telt niet. Hier staat 3 nachten bij rust, wordt nog 3-2. En de gelijkmaker niet kunnen forceren. Younes Namli viel in het duel tegen SC Heerenveen vanaf de rust in. De middenvelder was nog niet fit genoeg om te starten, maar hield daarna de 45 minuten goed vol en is nu weer helemaal fit. Ik ben helemaal fit. En ik heb daar hard voor gewerkt, dus ik ben blij om helemaal weer fit te zijn. Was het lastig voor je dat je nog niet kon starten bij de openingswedstrijd? Ja, ik had graag willen starten, maar ja, het is een beslissing van de trainer en van de medische staf uiteindelijk. Dus dat moet je gewoon uiteindelijk gewoon accepteren. En, ik heb geprobeerd toen ik daarin kwam mijn best te doen en team helpen. Dus, Maar we focussen weer op zondag tegen Utrecht en daar moeten we gewoon gas geven. En proberen 3 punten binnen te halen. Hoe schat je eigen kans in? Verwacht je dat je gaat starten? Ik hoop het, laat ik zo zeggen. Ja, dus daar ben je helemaal klaar voor? Ja, zeker. Ik ben er klaar voor, ja. En in FC Utrecht treft PEC Zwolle de eerste tegenstander in een uitwedstrijd. En gezien de eerdere jaren, een lastige wedstrijd. Ja, dat is zeker een lastige. Sowieso Utrecht uit. Nou, we het laatste jaar met PEC daar ook weinig succes geboekt. Maar die komt er nu ook gewoon weer aan. Het is nog net in het seizoen. Dus het is nog allemaal aftasten hoe goed iedereen nu echt is, iedere ploeg. Daarom denk ik dat wij daar naartoe gaan met het vertrouwen dat we in de voorbereiding hebben opgebouwd. En een klein deukje opgelopen tegen Heerenveen, maar we moeten er weer staan. Ja, wat kun je verwachten? We hebben de uitwedstrijd tegen PSV gezien. Nou, dat was voor Utrecht natuurlijk een domper. We kennen Utrecht van in de Galgenwaard. En daarom is het wel echt gewoon een hele goede ploeg. Heel stug, met veel kwaliteiten. Dus ik denk dat wij daar dat we ons borst nat kunnen maken. En dat we moeten zorgen dat we overeind blijven in de eerste fases. En dan van daaruit ons eigen spel gaan spelen. Wat ik zeg, het is vroeg in de competitie, er is nog niks beslist en wij moeten van onszelf uitgaan. We hebben gewoon een goed team met goede voetballers. Dus we moeten niet denken dat we daar gewoon moeten gaan overleven en hopen dat wij stiekem een doelpunt mee kunnen nemen. Maar ik vind dat wij, we moeten gewoon sowieso ons spel doen. Alleen Utrecht is spelen wat anders, iets anders dan die andere ploeg in de Eredivisie. Dus dat we... Ja, dat vraagt ook wat anders tactisch en daar moeten we voorbereid op zijn.